Heb jij dit allemaal geschreven? Ja, een flink huis gehouden daar hoor, in Indië. Maar een pak papier? Ja, weet je dat niet meer? Dat hij avond en avond zat te tikken. Je zei altijd dat het over zijn jeugd ging. De oorlog was zijn jeugd. Ik was de enige van mijn familie die in het verzet ging. Eerst tegen de Jappen en daarna tegen mijn eigen mensen. In Brabant hadden wij het ook niet zo makkelijk hoor, met die moffen. Het dagboek staat vol met de gruwelijkste dingen over de oorlog. Ik vluchtte in de hoop een beter bestaan te vinden. Het resultaat? Een familie die van ellende uit elkaar valt. Stank voor dank. Het was heel vervelend wanneer de gymnastiekleraar vroeg hoe ik aan die rode striem op mijn rug kwam. Begrijp je nou nog niet, pa? Er was helemaal geen warm nest te vinden onder die vleugels van jou.